Dag 647. Vandaag zijn er veel updates uit de regio Gerson. Hier maken de Oekraïnse troepen actief gebruik van de problemen binnen het Russische leger en blijven ze vooruitgang boeken. Het grootste probleem voor de Russen is dat het innerlijke conflict tussen de soldaten op de grond en hun commandanten begon te groeien. Sinds dat een groep Russische soldaten weigerde het bevel op te volgen om Oekraïnse posities op de eilanden aan te vallen, hebben de protesten zich verspreid. Naar andere eenheden die langs de rivieroever opereren. Op dit moment vinden de intensste gevechten plaats in het bos. Russische bronnen melden dat Oekraïners stevige posities hebben ingenomen, waardoor hun pogingen om Oekraïnse troepen uit het bruggenhoofd te verdrijven onsuccesvol zijn geweest. Russische luchtvaart- en artillerieeenheden blijven het gebied zwaar bestoken, maar desondanks bevestigen Russische dronebeelden. Dat Oekraïense mariniers offensieve operaties blijven uitvoeren ten zuidwesten van Grinky. Een Russische soldaat actief in het bos meldde dat de gevechten hier heel heftig zijn. Hij vertelt dat een luchtmobiele eenheid probeerde Oekraïense posities aan te vallen, maar dat hun aanval mislukte en dat slechts zeven van de dertig soldaten de poging overleefde. Hij merkte op dat Oekraïners zwaar inzetten op artillerie en gaf toe. Dat de coördinatie tussen deze en de Oekraïense drone-operators op een zeer hoog niveau ligt. Hij merkte ook op dat in tegenstelling de effectieve vuurondersteuning aan de Russische zijde minimaal is, en zei dat de luchtaanvallen blind worden uitgevoerd omdat zijn drone-operators geen middelen hebben om hun verkenningen door te spelen aan de luchtmacht. Hij vertelt dat hij ontmoedigd is geraakt door de zware verliezen die zijn eigen eenheden leden. En zei dat ze liever een verdedigende houding willen aannemen in plaats van Oekraïense posities aan te vallen zoals ze worden bevolen. Een ander probleem voor de Russische aanvalseenheden waren hun eigen landmijnen. Het blijkt dat de mijnvelden waren aangelegd door volledig verschillende eenheden die al lange tijd geleden naar andere regio's werden verplaatst. Omdat Russische commandanten niet goed hebben gecoördineerd met de aanvalseenheden over de locaties van deze mijnvelden. Stierven veel Russische soldaten door Russische mijnen? Dit diende als een precedent voor de Russische soldaten van de 810e Mariniersbrigade om zich bij de groep soldaten aan te sluiten die weigerden te vechten, gemeld in het vorige rapport uit de regio. Ze zeiden dat alleen al hun detachement meer dan 50 man had verloren te danken aan hun eigen mijnvelden. Het feit is dat het probleem zo ernstig is dat zelfs een Russische generaal naar verluid omkwam door een vriendelijke mijn. Eerst werd gezegd dat hij stierf bij Krinkie aan machinegewervuur, maar later werd bevestigd dat het eigenlijk een mijn was die hem doodde. Russische soldaten van het 1822ste bataljon klaagden ook over de situatie en zeiden dat ze voortdurend werden bevolen om de Oekraïense eilanden in de rivierdelta te veroveren. Ondanks de zware verliezen en het gebrek aan evacuaties voor gewonde soldaten. Als gevolg daarvan weigerden alle eerder genoemde soldaten aanvallen uit te voeren op Oekraïnse posities, vanwege een gebrek aan artilleriecoördinatie, uitwisseling van tactische informatie en juiste communicatie over de locatie van Russische mijnvelden. Bovendien hebben Russische soldaten die wel het bevel opvolgden om posities op de eilanden in te nemen, een video gemaakt om te laten zien in welke situatie ze verkeren. De commandant had geen rekening gehouden met het getij, dus het opkomende water overstroomde hun posities en ze verloren bijna al hun uitrusting. De soldaat zei dat daar blijven ondraaglijk is en dat hij zo moe is dat het hem niet meer kan schelen dat Oekraïense drones hem zouden kunnen zien terwijl hij dit filmde en hem doodde. Na verluid werden de Russische commandanten bang voor de verspreidende weigering om bevelen op te volgen en startten ze een klopjacht op degenen die oorspronkelijk hun klachten hadden geuit. Intussen gingen Oekraïense troepen door met aanvallen, zoals de vorige keer vermeld. Tijdens de periode van slecht weer, die de Russen niet in staat stelden droneverkenningen en aanvallen uit te voeren, vulden de Oekraïners hun voorraden aan, wisselden personeel af en zetten extra versterkingen over. Om het voor hun eigen infanterie te vergemakkelijken... richten Oekraïnse drone-operators zich op het vernietigen van Russisch materieel. Recent vrijgegeven beeldmateriaal toont hoe Oekraïnes erin slaagden... weer een zwaar thermobarisch artilleriesysteem te identificeren en te vernietigen. Een andere video toont de vernietiging van een Russische tank... die betrokken was bij een tegenaanval ten zuidwesten van het dorp. Russische analisten melden dat Oekraïnse drones... Niet alleen een grote dreiging vormen voor zwaar materieel, maar ook voor infanterie. Russische soldaten melden dat als ze een drone boven zich horen, ze binnen een minuut een klussengranaat op hun positie kunnen verwachten. De analisten concludeerden dat de Russische elektronische oorlogsvoeringssystemen in de regio effectief werden onderdrukt en dat Oekraïners van volledige vrijheid in de lucht genieten. Zo'n situatie plaatst de Russen dan ook in een zeer lastige positie. Met het oog op het kerstseizoen zijn er kortingen op de hele collectie dubbele vlaggen. Op dit moment kunt u onze best verkopende items met dubbele vlaggen aanschaffen met aanzienlijke kortingen van 20 tot 30 procent. Als je het kanaal Achterrapport uit Oekraïne wilt steunen, samen met uw steun voor Oekraïne wilt uiten, is dit het ideale moment om een aankoop te doen in de online winkel UA Supporter. De link naar de online winkel staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. Like en abonneer voor meer dagelijkse updates uit de Oekraïne, en ik zie je in het volgende rapport.